De 15-jarige jongen uit Molenschot, die zondagmorgen een stuk metaal op een auto gooide op Rijksweg A58 bij Bavel, blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers kregen zondagochtend de schrik van hun leven. Ja, dat klopt. De vakantiegangers die terugkwamen uit Tsjechië, die reden zondagmorgen, ja, zo tegen 11:45 over de A58. Nou, en die zagen inderdaad dat er plotseling iets vanaf een viaduct op hun voorruit werd gegooid van de auto, terwijl ze daar reden. Nou, er zat een grote kras in de voorruit. Nou, die man die is gelijk de afrit afgegaan en gereden naar het viaduct en trof daar een 15-jarige jongen aan die zich verstopt had in de bossages. Nou, en dat bleek ook de dader te zijn. De dader wist volgens de politie goed waar hij mee bezig was en wat de risico's waren. Het gaat om een 15-jarige jongen die in Molenschot verblijft. Hij is in verzekering gesteld. Dat betekent dat we hem een aantal dagen voor onderzoek aan het bureau kunnen houden. En hij zal dinsdag worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. En waar verdenken jullie hem van? Ja, dat gaat om poging tot doodslag, CQ zware mishandeling, CQ vernieling. Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de intenties van die jongen. Hij zegt zelf dat hij niet echt de bedoeling had om een automobilist te raken, maar besefte wel dat hij dat risico nam. Nou, we hebben natuurlijk in het verleden gezien tot wat voor tragische gebeurtenissen dergelijke acties kunnen leiden. Complimenten van de politie voor de slachtoffers die ondanks de schrik de tegenwoordigheid van geest hadden om de snelweg af te gaan en de dader in zijn kraag te vatten. We zijn in ieder geval blij met de actie van het slachtoffer dat hij direct erachteraan is gegaan, waardoor hij de jongen kon inrekenen en overdragen aan ons.